krijgt u niet te zien, toch moet u zeker blijven. Dan ziet u Gijs die al kan schrijven. En zonder fouten bovendien, ook bieden wij geen olifanten hier. Wij bieden u iets beters. Sarissa strikt haar eigen veters. Al is ze net pas vier. We zijn vandaag bij de Brede School Het Zand, want daar repeteert Jeroen Schipper. En ik sta hier met een bloemetje, want hij heeft de Willem Wilmingprijs gewonnen. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. De Willem Wilmingprijs. Wanneer krijg je die? Ja, die krijg je als de jury vindt dat je het beste kinderlied hebt gemaakt van dat jaar. Dus dat is gebeurd afgelopen, maart, februari, werd mijn lied gekozen tot beste kinderlied. Ik geloof dat er iets van 100 liedjes waren ingestuurd, of misschien meer. En daar waren 4 genomineerden uitgekozen. En dat had ik al eerder gehoord, dat ik daarbij zat. En dan heb je inderdaad een feestelijke avond met hele voorstelling. En alle liedjes die genomineerd zijn worden gezongen. En aan het eind is dan The Winner Is. Oh! En dan, ja. Dus dat is echt heel spannend, want toen je in de zaal zat, wist je nog niet dat je gewonnen had. Nee, dit was echt een verrassing. De refrein klinkt zo. Dat is toch meer dan magnifiek, dat is unieker dan uniek. Hooggeëerd publiek, kom toch eens kijken. Dat is toch meer dan magistraal, dat is specialer dan speciaal. Laat allemaal dus uw waardering blijken. U raakt er stuk voor stuk verrukt en dolgelukkig van. Kijk eens wat ik kan. Mijn werk is heel divers, maar het draait eigenlijk allemaal om muziek en muziekonderwijs. Dus aan de ene kant sta ik veel voor de klas, inderdaad zoals hier muziekles geven of soms ook docenten coachen in muziekles. Daarnaast schrijf ik liedjes, er komen liedbundels van mij uit, cd's en boeken erbij. En ik schrijf ook in opdracht voor onder andere 1, 2, 3 Zing, waar dit lied ook voor geschreven was. En ik treed op, dus ik speel met mijn liedjes door het hele land op scholen en in theaters kinderconcerten. Is er iets wat je echt het allerleukste vindt? Dat is heel moeilijk. Ja, ik denk het schrijven van liedjes. Als ik iets zou moeten kiezen, maar dan zou het het schrijven zijn. Hoe wordt zo'n lied aangeleerd in de klas? Wat ik zelf vaak doe is dat je eerst ook bewegingen erbij verzint. Of dat je de dingen bij doet en dan het liedje gewoon vaak herhaalt. En vervolgens doe je dat bijvoorbeeld per zinnetje. Dus dan zeg ik bijvoorbeeld, dat is toch meer dan magnifiek. Dat is toch meer dan magnifiek. Dan ga ik verder. Dat is unieker dan uniek. Dat is unieker dan uniek. Heel goed, en dan plak je dat aan elkaar. Dus dan doen we samen het begin. Dan is dat lastig. Ja. Dat is toch meer dan magnifiek. Dat is unieker dan uniek. Ja. Hooggeëerd publiek, komt toch eens kijken. Ja. Dat is toch meer dan magistraal. Dat is specialer dan speciaal. Laat allemaal dus uw waardering blijken. Ja, lastig. U raakt er stuk voor stuk verrukt en dolgelukkig van. Kijk eens wat ik kan. Nou, en wat in de klas gebeurt, dat zie je bij jou ook al. Dat je toch eigenlijk na een paar keer horen al stukjes hebt. Dus je zingt vanzelf steeds meer mee. En de moeilijke stukjes doe je dan nog eventjes even apart. Kinderen zijn daar beter in dan wij volwassenen, dus die zingen dat heel snel mee. Ja, want voor welke groep is dit lied geschreven? Dit was een beetje een opdracht dat eigenlijk de hele basisschool het zou moeten kunnen. Dus het zit een beetje in het midden van de basisschool. Voor kleuters is het deels te moeilijk. En voor de hogere groepen is het misschien soms saai, weet ik niet. Maar het is een beetje schoolbreed bedoeld. Ik word er wel heel gelukkig van dit lied. Gelukkig. En het is gewoon een heel vrolijk lied. Er ligt een tijger in de weg. Niet piepen, niet kwaken. Niet de tijger wakker maken. Stap over hem heen. Laat de tijger niet ontwaken. Sssst, de tijger slaapt.